zo verkeerd en zo blind. En zo hard en ga maar door, ga maar door, ga maar door. Wat zit hier allemaal in de weg, hè? Heel wat, heel wat. Nou, voor zulke mensen, hè, die daarmee vastlopen. Die zeggen, ja, oh, deze woorden. Oh, Heere, ik zou zo graag bij die herder willen horen. En zijn liefde willen ervaren. En door hem gewijd worden in grazige weiden aan stille wateren. Maar oh, hoe zou het kunnen? Van mijn kant één en al onmogelijkheid. Nou, dat weet de Heer. Dat wist hij al 3000 jaar geleden. En daarom liet hij achter vers 24 nog een paar woorden schrijven. Daar komen ze. Tot troost en bemoediging. Ik, de Heere, heb het gesproken. Dat staat er niet zomaar achter. Juist naar die twee, ik zou bijna zeggen, onmogelijke teksten. Want het is veel te groot. En veel te hoog. En veel te onverdiend. Heer, dit kan niet, dit kan niet. Pas op, zegt hij, pas op. Zeg dat niet. Zeg dat niet. Weet je wel wie dit zegt? Dit zegt niet zomaar iemand. Ik, de Heere, hoofdletters, heb het gesproken. Dat moet toch wel alle tegenspraak, alle twijfel, alle wantrouwen, het zwijgen opleggen. Al lijkt vers 23 en 24 nog zo onmogelijk. Maar weet je wel wie dit zegt? Wie dit belooft? Niemand minder dan ik, de Heere. Zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? Denk aan Maria, de aankondiging. Gabriel. Haar werd beloofd dat zij de moeder des Heren zou worden, de zoon van God. Kunt u iets onmogelijkers bedenken? Dit is al onmogelijk in mijn leven. Maar dat ik de moeder van de zoon van God zou worden, kunt u iets onmogelijkers bedenken? Dat is het meest onmogelijke wat er bestaat. Dus Maria hoort dat, dat heilige, dat het u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En dan doet Maria net als wij. Hoe zal dat zijn? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? We kunnen Maria begrijpen, hè? Misschien zit je vanmorgen ook wel zo in je bank. Hoe zal dat zijn? Wat zei Gabriel toen? Toen gaf hij antwoord, hè? Toen gaf Gabriel antwoord. Geen ding zal bij God onmogelijk. Dat was het antwoord van Gabriel, hè? Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En wat zei Maria toen? Dat was voor haar genoeg. Als de Heer het zegt, dan moet ik al die 1000 vraagtekens in mijn hart maar uitvegen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar u. Ik begrijp het nog steeds helemaal niet. Het is nog steeds even onbegrijpelijk. Maar Heren, als God het zegt, ik de Heren heb het gesproken. Heer, dan zal ik eerbiedig, gelovig buigen voor uw woord en u vertrouwen. Ik de Heere heb het gesproken. Ongelovig hart, zwijg en geloof en vertrouw. Ezechiël 34. Twee volle teksten. Een en al evangelie, hoop en troost. Hoe zou het ooit kunnen? Het geloof zegt, en ik hoop dat u van harte mee zegt, mij geschieden naar uw woord. Amen.